Onze nieuwste editie van NC The Magazine... Onze nieuwste editie van NC The Magazine gaat over onder andere faalvakanties. Later lachen we erom. En nu komen er een paar. Eindeloze jeugd op 47 graden. 47 graden. Ja. Ja, ik weet het niet. Maar ja, doe dat maar. Ja. Vieze hotelkamer of doorgezakt bed? Doorgezakt bed. Dan stut ik het wel met de kinderen of zo. Dronken Engelsen of luidruchtige Nederlanders? Dronken Engelsen. Ja, die gaan op een gegeven moment vallen die om en die gaan naar bed. En Nederlanders, die kan je niet uitzetten. Wat ook niet leuk is, want iedereen moet zijn ei kwijt kunnen. En sommige mensen hebben heel veel eieren om kwijt te kunnen. Verbrande huid of reizigersdiarree? Nou, dan doe toch maar een reizigersdiarree. Traveler's disease hebben we toch allemaal wel eens een keer gehad in ons gezin als we ergens aankwamen. Want dat kun je dan stoppen met iets. De verbrande huid. Nee, dat is zo slecht. Nee. Paspoort kwijt of favoriete kinderknuffel vergeten? Oh, favoriete kinderknuffel vergeten. Ja, ik, als ik maar een fijne vakantie heb, dan huilen ze maar even. En dan koop ik wel iets nieuws, iets lelijks op het vliegveld. Als ze zo klein zijn, vinden ze toch nog alles. Dan moeten ze huilen. Zeg je, hé, kijk daar, een vlinder. En dan. En dan is het alweer afgeleid. Dus dat komt wel goed.